Dat moment dat je nog niet eens meer ruimte hebt op je eigen studiobank. Goedemiddag allemaal en welkom bij een zeer speciale unboxing video. Voordat ik ga beginnen, sorry dat er zo weinig video's zijn geweest, maar ik ben een beetje verkouden geweest, dus ik snot er nog een beetje en ik hoest nog een beetje. En tijdens zo'n opname van Paper Mario zou dat nogal irritant zijn, omdat ik dan in de stem zit en dat je dan de hele tijd zo er tussendoor hoort. Of dat. Dus dat is de reden waarom dat er maar weinig video's zijn. Maar goed, terug naar de special, want jullie hebben me nou al best wel veel zien unboxen. Jullie hebben me zien unboxen Steam Siege, de nieuwe Sun and Moon, met de nieuwe GX'en en alles. Maar er is één klein dingetje waar ik een beetje spijt van heb. En dat is, op het moment dat ik begon weer met mijn verzameling, was één van de grootste series waar ik een grote fan van was, Generations. Generations was zo gaaf, omdat die had zoveel evolutie erin zitten. En ik was toen nog die tijd niet echt bezig met unboxen. Nu heeft René een cadeautje meegenomen. Nou ja, niet één cadeautje. Niet twee cadeautjes. Niet drie cadeautjes. Handen tekort. Maar de hele regenboog set. Jullie zien het hier goed. Ik heb hier Blastoise, Charizard, Pikachu en Venusaur. Alle vier de Generation dozen hier klaar liggen. En die gaan we zeker unboxen. Zoals jullie al in de titel waarschijnlijk door hebben gehad, gaan we focussen op Venusaur. Nou, dit is speciaal, want hier kunnen ik weet niet hoeveel evoluties in zitten. Dus ja, de aankomende video's zullen unboxing video's zijn. Maar het leek mij wel heel erg fijn om deze video's nou te kunnen maken, aangezien dat ik nog een beetje gripperig ben. Dus in ieder geval bedankt voor jullie wetenschapfans die jullie nu aan het typen zijn. Goed, ik ga heel eventjes de camera swap doen. En ik ga zelfs eventjes een technisch iets proberen met een speciale camera die ik aan die kant heb zitten. Want ja, waarschijnlijk krijgen we heel erg freak-out momentjes. Natuurlijk is dat leuk om die vast te leggen op camera. Dus ik wil eventjes de camera swap, want de camera die we gaan gebruiken voor de kaarten, dat is de dier. En de dier daar die nog niet staat op te nemen, waarom wijs ik ernaar, die gaat dus gewoon gefocust zijn op mij, ligt eraan hoe dat de camera staat. Dus ik zie jullie in de seconde. Nou jongens, het grappige van deze doos die jullie dus hier zien, is deze doos die heb ik zelf al geopend. Ik heb de Jumbo kaart in mijn kast liggen, dus best wel grappig eigenlijk, omdat hier in deze Jumbo kaart zal ik even laten zien als ik deze dus open heb gemaakt. Zo jongens, ik kan gewoon niet wachten, zo. Zo spannend. Ho, de spanning. Al de evoluties die hierop staan te wachten. Maar ik kan jullie gewoon niet vertellen hoe erg dat ik... Ik ga gewoon naar de camera kijken. Wat maakt mij uit? Dan hoeven jullie niet helemaal op mijn handen te kijken. Ik denk dat ik deze set hem vaker ga doen als dit gaat werken. Tenminste, dan moet ik het wel heel synchroon gaan leggen. Maar het maakt mij wat uit. In ieder geval, ik gooi het hier gewoon even gewoon neer. Want we hebben hier namelijk nog de promokaart. Dan moet ik het heel even voorzichtig uithalen. Dit is nog een van de oude verpakkingen waarin dat je heel voorzichtig de promokaart eruit moet halen. Zo, daar hebben we Venusaur EX. Ah, we spelen weer met EX'en. Ja, op zich, en dit werd wel vaak gebruikt. Dus ik vond hem zeker heel erg gaaf. Maar we zijn nog niet klaar, want we hebben nog een Jumbo kaart. En die Jumbo kaart hier, die is heel makkelijk via de onderkant uit te halen. En arme Scyther. De Scyther toch. Maar goed, in ieder geval, ik doe heel eventjes zo. Deze leggen we mooi in het midden neer. Deze die leg ik eventjes aan de kant, want dat is wat fijner. En natuurlijk, oh boy. De boosterpakje, ik kan niet wachten. En oh, ik... Zo. Hij moet zo. Daar blijven. Goed. Het grappige met Generations was namelijk, is je kreeg maar één codekaart. Hier zitten geen codekaarten in. Want had je het pakje gekocht, dan kreeg je gewoon de codekaart. En in die codekaart, daar zat dan de EX en natuurlijk vier pakjes van Generations. Generations was online niet echt makkelijk aan te komen. En Generations was ook niet echt makkelijk om aan te komen in reality, omdat ze alleen maar in een special boostpak zitten. Dus we hebben Venusaur, Charizard, Blastoise en Pikachu. Weet je wat, we gaan dit in de volgorde doen, zoals dat ik ook de boxen eigenlijk van plan ben om te gaan doen. Dus we beginnen met Venusaur. Daarna komt Blastoise. Daarna komt Charizard en als laatste Pikachu. Laten we het zo maar gaan doen. Goed. Ik heb er zin in. Oh boy. Jongens, rip het voor users. Tenminste, dat laat het hopen. Zoveel evoluties, zoveel kans op evoluties. En deze pakjes. Deze zijn helemaal dicht. Oké, nou, het grappige met deze pakjes is. Oh, we beginnen al gelijk met de waterenergie. Maar ik kan hem gelijk omdraaien. En als ik me niet vergis, was het hier ook drie van achteren. Maar hier kunnen dus meerdere EX'en in zitten. We kunnen hier zelfs twee EX'en uit één doos krijgen. Dus dat is zeker heel erg awesome. Goed. We gaan beginnen. Ik ga gewoon zo lekker een beetje verpieken zo. Oké, we hebben Shroomish.
Max Revive. Oh mijn jongens, ik ben zo enthousiast hierover, Colbert. Om gewoon weer die oude art trick te zien en gewoon om weer... Magikarp! Oké, het is nog niet echt een freak-out, maar voor iemand die dus ook deze video's heel erg leuk vindt, ja, zeker is te weten hebben we dus Magikarp, die zit er natuurlijk ook in. Oké, we hebben Ponyta. En het ergste is, je hebt nog niet eens een reverse hollow. Je hebt een kans op een reverse hollow, maar je hebt ook nog eens een keertje kans op al gelijk een EX, dus... Dit is een reverse hollow, dus een... Reverse hollow, Gyarados! Oké, gelijk het eerste pakje begint goed en... Frostlass, oké. Maar die is ook een reverse hollow. En dit is nog niet eens het laatste kaartje. Rapidash. Oké. Nou, deze tweede keer heel eventjes een speciaal plekje, maar helaas geen evolutie, maar we zijn al gelijk begonnen met Magikarp. Ik bedoel, serieus. Oké, nou, we hebben een rare, we hebben een dubbele reverse holo. Dat was zo leuk van Generations, om heel eerlijk te zijn, dus waarom ook niet. Goed, Blastoise. Hier zit Vaporeon in, ik voel het. Kan Vaporeon erin zitten? Ja, Vaporeon kan erin zitten. Dat is het leukste van deze pakjes, dat Vaporeon erin kan zitten. Oké, nou... We gaan gewoon. Hoppakee, we gooien het gewoon daar neer. Jullie zien het nou gewoon ook. Weet je wel, ik ga gewoon die camera gewoon er niet lekker neerzetten. Zo van, ja, jullie zien het gewoon. Jullie zien gewoon hoe dat ik hier aan het unboxen ben. Ik zet gewoon een klein cameraatje neer. Ergens hier, zo ergens in het hoekje. Maar dat maakt niet zoveel uit. Oké, we hebben Fletchling. Mr. Mime. Rode kaart. Van, oh nee, je moet stoppen. Dit kan je hart niet aan. Rhyhorn. Zubat. Ponyta. Nou, dat komt mooi bij die Rapidash uit. Diglett. Reversed Hollow Energy! Oh ja, eigenlijk is dat niet reversed, het is gewoon een Hollow Energy, dus een Charizard! Nou, de Charizard hebben we ondertussen ook al, maar dit is niet reversed Hollow, dit is Special Hollow. Oh ja, wacht wel eventjes, deze die waren allemaal Special Hollow, behalve de Charizard, die is wel reversed Hollow, maar die waren allemaal Special en Tauros. Ja, tot nu toe nog niet echt gelukt met de EX'en, maar ja... Op zich, Charizard, die was ook zeker gedeeld in Generation, maar het is niet wat ik wil hebben. Fairy Energy, ik zie Fairy Energy, dat betekent Sylveon. Zit Sylveon hier ook al in? Ja, hier zit Sylveon ook al in. Goed, we hebben een Gulpin. We hebben een Pokémon Fanclub. We hebben dit is eigenlijk een secret rare, zover dat ik heb begrepen, maar nou ja, ik vond hem eigenlijk best wel vaak voorkomen. Dus oké, nou, de Fairy-type Energy, Zubat, Magmar, Diglett... Of Monty, voor degene die de hardcore, of de Nuzlocke hebben gezien. Oh jongens. Oké. Het is gewoon reverse hallo. En... Dan pak ik ze ook gelijk even bij. Oké, het is niet te full hard. Maar zoals je ook kan zien, Eevee staat er ook nog eens een keer heel erg stiekem bij. En jullie wouden zo graag weer een keertje evolutie zien. Daarom ben ik echt heel blij dat René het mogelijk heeft gemaakt dat we weer een keertje Generations open kunnen maken. Oh, Sylveon EX, welkom en cheers. Ga weg. Goed. Nou, Sylveon, dankjewel. Kom maar. Oké, het was geen full hard. Trouwens, voor de mensen die het willen weten, wat is nou eigenlijk de... Ja. Wat is nou eigenlijk de beste kaart die je eruit kan halen uit de Generations? Nou, heel veel die zeiden Mega Charizard is heel erg goed. Mega Charizard EX. Maar de beste was en is voor mij nog altijd Jolteon EX. Dus laten we maar hopen dat Jolteon EX in dit pakje voor gaat komen. Tenminste, wie weet. Alles is mogelijk. Je kunt zelfs een dubbelpool hebben. Maar de meest common EX'en van allemaal, dat was gewoon Generations. Generations was gewoon echt... De Gardevoir, dat was gewoon de meest voorkomende EX in deze set van alle EX'en. Goed, we gaan het gewoon weer heel erg spannend maken. En het is een spannende muziek. Ik serieus, we hebben al... Hij mag voor mij ook echt in het midden liggen, zo is dat zo awesome. Oké, we hebben Swablu. We hebben de Crushing Hammer. Hunter! Nou ja, voor onze Gregory leggen we die er natuurlijk ook bij. Magmar. Gastly! Nou ja, die vind ik er ook wel bij horen, waarom ook niet. Dus. Waarom heb je nog steeds deze Persian liggen? Deze Persian, dat is een hollow rare, hè? Ja, dat is een hollow rare en dat maakt me niet. Vuurenergie. Tangela. Reversed Hollow Crushing Hammer. Meowstick.
En wij nemen nog een rapid test. Dat is jammer. Maar goed, we hebben dit eerste pakje. Het is een goed begin. We hebben onze eerste evolutie gevonden. Want dat is natuurlijk de bedoeling om dus te vinden tijdens deze video's al deze evoluties. We hebben er één van de vijf. Er zijn er vijf. Welke vijf dat zijn? Dan zou ik wel spoilen op het moment dat we bij het laatste pakje, bij de laatste boosterbox zijn. In ieder geval, ik dank jullie voor het kijken. Ik ga heel even overswappen naar mijn andere kamer. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nou een leukste mooie tje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal te zien bij de volgende doos die we zeker gaan doen. En dat is niks minder dan de Blastoise EX doos. Dankjewel voor het kijken en laat weten wat jouw favoriete kaartenset was. En dan hoop ik jullie natuurlijk allemaal weer te zien bij de volgende video. Al heb ik dat 300 keer al gezegd. Maakt niet uit. Ivy, wat vind jij? Ik zou zeggen, tot de volgende video. En ja, ik blijf het zeggen. Dit is gewoon awesome. Jullie willen dit nog niet missen, of wel? Doei!